klopt. Naar Ayutthaya. Ayutthaya. Nou ja, we zijn weg uit Bangkok. Of in ieder geval, we rijden weg naar Bangkok. We rijden weg uit Bangkok. Police Education Bureau. Ja, we rijden weg uit Bangkok met de minibus. En we passen er niet in. En we hebben geen beenruimte. Dat is helemaal vast. Ik kan niet eens mijn benen recht door, zo weinig beenruimte is er. Het is wel een soort van helemaal achterin een busje gepropt. En we hebben 30, nee, we hebben een extra zitplaats gekocht voor onze backpacks. Daar. Die zitten daar opgestapeld. Maar met deze Franse mitta's, die hebben ook een extra stoel gekocht, maar het is gewoon maar één stoel. Dus we hebben met z'n vieren voor onze backpackstapel betaald. Ja, nou, het kost 60 baht, dus dat was niet baat. Baat. 2 euro of zo. Is dat een baat? Baat. Ah ja, we moeten ook onze seatbelts vast nemen, want oh, ja, 5000 baht. Ja, precies. Baat, maar we hebben geen seatbelt. Nee, het is helemaal vast. Dat is fijn. Ik weet niet wat hier zit ook onder. Ja, ik weet het ook niet. Er zit allemaal Thaise mensen in. We moeten dus een uur in deze bus. Hebben we daar zin in? Oh, ik zie lekker een rode kop wel. Ja. Oh ja, ja, want we waren dus vanochtend heel brak. Heel brak en we moesten om 10 uur de kamer uit. Het was waar. Het was niet echt zo'n alleen badkamer al laten gezet. Ze hebben wat gekregen eerst, maar toen weer weg. Toen bijna gewarmd. Bijna gewarmd. Maar we waren al bijna gered, 10 uur. We hebben nog prima. Nee, de hele ochtend, slash in de middag, chill bed in het restaurant van het hostel gestorven. Een beetje gevreten. Een beetje gechilled. Totdat we dachten, we kunnen nu wel de minivan aan. We gaan het zijn best gaan. Nu zijn we hier. En we hebben nu een dormgroep vanavond in. Je bent aan het Ayutthaya. Volgens mij beledigen ze niet allemaal tijd mensen met dit uitspraak. Oké, willen jullie het uitzicht zien? Oké, dat doe ik zelf. Dus, dit is de mooie. Gelukkig hebben we een mooie uitzicht. Kijk, een mooie hoge raam. Deze snelwegen, ik vind ze hobbelig. Ja, ze zijn ook hobbelig. Mijn zeeziekheid gaat niet zo goed. Nee. Dus ik heb een pilletje genomen, want die wist niet of het kon in combinatie met alcohol. Dus. Help. Help. Maar ergens op een Thaise snelweg. Oké. Dit was mijn vlog. Vergeet niet te liken, te subscriben. Like, subscribe. Thumbs up. Thumbs up. En lieve comment. Ja. Down below. Wat jullie vinden van deze meegroep. Laat het in de comment. Naar jezelf.